doet in april 1966 de laatste van drie bernbennen wie toch dat ze al een oorski van het reedrieden. Maar in november van dat jaar waren die al wiepenen en doe koe ze ton het litten. Mooi een soort titels te gevolg. Vier keer waren ze wereldkampioenen, drie keer Europees, vier keer Nederlands kampioenen allround. Ze won één zilveren en twee bronzen medailles op Olympische winterspelen in Sapporo 1972. In 1974 nam Atje Keulendeelstra definitief afskiën met een vrouw en een Europese titel. Daar komt Atje Keulendeelstra met een geweldige overwinning. Wat is dat in 1999 werd de Jensemse Utroppen ta Friese reetrietster van de EU. Een sportvrouw met een indrukwekkende carrière. Wat ze haarzelf pas op lettere leeftijd realiseert. Ik vind toch als Friesinne en ja, als een gewoon vrouw van het dorp dat je dan samen voor jou ook een wereldkampioen wordt. Dat... Ja, dat besef, begin ik nu dus een beetje te beseffen. En dat ik draai weer iets van we, maar ik denk er nog wel meer aan als toen ik volledig in het, nou ja, in het reden zit, zeg maar. Atje Keulendeelstra is 24 jaar geworden.